Hoe is het? Ja, prima op zich wel. Ja? Ja, lekker. Eigenlijk rustig aan als je hier bent. Nou, ik ging hier naartoe, ik dacht, waarom gaat die man in godsnaam in Monaco wonen? Ja, nu weet je het toch? Het is mij wel bekend. Ja. Ja, goed man. Zullen we voor het diepte-interview dan maar naar binnen gaan? Diepte-interview. Ja. Want we gaan het hebben over heel veel dingen, maar niet zo heel veel over racen. Vind je dat fijn eigenlijk? Of... Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ligt er een beetje natuurlijk aan waar je het over hebt. Maar zijn dingen waar je liever niet over wil praten? Houd er even rekening mee. Nou ja, privé zeg maar. Ja? Ja. Oké. Oké, jongens, inpakken maar. Ja, kunnen naar huis. Hey, ik zei dat we gaan het over een paar dingen hebben die niet zoveel met racen te maken hebben. Dingen die vooral met jouw vrije tijd te maken hebben. En ik dacht, ik begin met het grootste contrast tussen de wereld waarin jij werkt. En toch dingen die je in je vrije tijd moet doen. En dat is het huishouden. Ik wilde even beginnen met drie dingetjes, dan mag je kiezen. Stofzuigen of koken? Stofzuigen. Ja? Ja, ik kan niet koken, dus... En stofzuigen, dat lukt nog dat wel? Dat lukt nog wel, ja. Wassen of strijken? Allebei niet. Ben je opgeruimd of ben je eerst één grote bende? Nee, opgeruimd. Ja? Ja. Ik heb een poetsvrouw, dus dat... Wat, heb jij een poetsvrouw? Ja, ja, ja. Oké. Hoe vaak komt ze? Eén keer in de week, maar. Oh, ja, ja. Een hele dag of een uurtje? Ja, bijna een hele dag. En wat doet nou zo'n poetsvrouw hier in de man? Die van mij krijgt 12,5. Die van jou, 15? Het is een paar uur, hè. Dus even kijken, 80, 90? Gewoon het enveloppie of... Ja, gewoon kijken. Hé, maar dat huishouden. Jij runt hier dus... Ja, jij runt hier een eenpersoons huishouden eigenlijk, toch of niet? Klopt. Runt een huishouden, ja. Ja. Is dit de eerste keer dat je op jezelf woont? Ja, sinds... even kijken, 2015. Meteen hier naartoe verhuisd. Meteen hier naartoe verhuisd. 5 jaar woon je hier. En daar waar heel veel gasten op die leeftijd studentenhuisje doen... Groningen, Tilburg, Amsterdam... Ging ook jij... leuk. Ook leuk? Ja, ook leuk. Ging jij naar Monaco? Ja, denk je daar wel eens aan? Dat had ik ook wel leuk gevonden. Nee, niet per se. Omdat natuurlijk van kleins af aan zat ik natuurlijk meteen in de racewereld. Dus voor mij was dat altijd het doel. En al mijn vrienden bijvoorbeeld, die zaten ook in de racewereld. Dus ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik iets miste of zo. Nee? Ik deed wat ik leuk vond. Dus. Ja. En hoe vonden ze het thuis dat je hier... Want er ging toch, kleine Maxi ging ineens in Monaco wonen. Ja, was natuurlijk ook voor mijn vader natuurlijk even wennen. Ja. Omdat wij natuurlijk altijd samen... onderweg waren. We sliepen ook op één kamer, zeg maar, als ze onderweg waren. Dus dat is wel even, wat aanpassen, zeg maar. Ja. Het enige wat ik wel heel fijn vond, is zeg maar, toen ik hier ging wonen, kon je gewoon opstaan wanneer dat je wou. Want ja, er was niemand die Gaaf, hè? De deuren openramde en zei van, nu opstaan, je bent lui genoeg geweest. Dat soort dingen, dus dat is wel fijn. Niet meer die stok achter de deur. Even lekker. Kreeg jij dan, toen je naartoe ging, ik kreeg nou een pannenset mee toen ik op mezelf ging. Maar heb jij ook, of een bestek, of kreeg je dat mee of niet? Volgens mij, toen de tijd, heeft mijn moeder dat appartement gewoon met wat IKEA-spullen ingereden. Hoe ziet jouw appartement eruit? Beschrijf het eens. Behalve dat het opgeruimd is. Zijn die IKEA-spullen dan rode lampen, een paal. nee. Een trainingspaal. Nee, ja, het ziet, weet ik veel. Ja, het ziet er prima uit, ja. Ja. Maar, er staat natuurlijk een simulator bij mij in de woonkamer, dus ja. Ja, daar mag niemand dichtbij komen bij de simulator. Is dat ook, zo? Ook de poetsvrouw is heel voorzichtig. Serieus? Ja, ja, natuurlijk. Het is allemaal heel gevoelig, dus als je daar wat... Maar als vrienden bij jou thuiskomen, die zeggen, laat mij even... Jawel, die rijden wel. Maar je moet wel natuurlijk een beetje opletten dat je niet tegen een scherm aanloopt. Dan gaat het natuurlijk kapot. Het is allemaal best wel gevoelig. Dat is zo precies. Oh, wauw. Ja. Hey, en maar koken, dat komt straks wel even op eten, maar koken is niet jouw ding. Nee. Nee? Nee, ik bestel altijd. Of ik ga uit eten. Ja, hoe vaak ga je uit eten? Nou, ligt er ook een beetje aan wie in de buurt is natuurlijk. Want je doet het liefst eten met vrienden natuurlijk. Dat ja, is natuurlijk. Dat is altijd heb je veel vrienden over? Nou, maar, ja, om de coronatijd is natuurlijk wat lastiger, maar over het algemeen normaal is het wel. Weekendje of zo. Ja, maar doe je iets in het huishouden überhaupt? Doe je wel wassen? Nee, ook niet. Helemaal niet? Nee. Dus als ik zeg dit blouseje wassen... Ja, dat komt wel goed. Hoeveel graden? Ja, moet ik even kijken, maar dat is 30 graden toch? 30 graden zit je altijd safe. Ja, daarom. Ja. Maar doe jij bijvoorbeeld boodschappen zelf? Kun je... Als het moet wel. Ja? Ja. Supermarkt? Kan ook bestellen als je wilt. Maar... Jezus, ja. Man, nee. Nee, ja, ik ga natuurlijk wel een keer naar de supermarkt, maar niet elke week. Wat kost een brood hier?
Ik ben niet zo'n broodeter. Ja, dan kom je. Maar ja. Oké, wat eet je wel? Wat ik wel? Ja, heel gezond. Ja, sla? Wat kost een krop sla hier? Ligt eraan welke sla. Dat je oh moet, ja, oké. Je hebt ook een hond, begreep ik. Nou, die woont bij mijn vader. Dus, ja, dat is makkelijk een hond hebben. Zeg ja, nee, als die hond hier zou leven, die overleeft het niet. Als je zoveel weg bent en niemand die wat ervoor kan zorgen. Dus. Nee, nee. Ben jij een klusser? Ik heb dingen gehoord. Je hebt dingen gehoord? Ik heb dingen gehoord. Nou ja, als iets kapot gaat, ja, dan moet het natuurlijk wel gemaakt worden. Ja, ja. Je kan natuurlijk maar niet alles... Stel je hebt een kroonsteentje nodig. Godverdomme, hoe mooi. Ik heb met jouw manager gegeten gisteren. Ja. Ik heb dingen gehoord, lekker. Echt, Max. Ja. Kom op. Ja. Een kroonsteentje. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Vertel het verhaal even, want wat gebeurde? Ja, buiten stopcontact, die was er zeg maar uitgevallen. En het regende heel hard, dus ik zei van nou, dat gaan we niet 1, 2, 3 maken, dus haal hem maar eruit. Ja, Max, haal je even een kroonsteentje. Ik zeg, wat? Ik had echt geen idee. Je wist niet. Nee. Maar ik hoorde dat jij heel snel ging googlen om te kijken wat een kroonsteentje was. Ja, natuurlijk, was. Ja, dan weet je toch meteen wat het is. Ja. En toen zei je, heb ik niet. Ja. Ging dat zo? Ja, heb ik niet. Toen heb ik nog een beetje rondgekeken, ja. Maar je bent echt een klusser. Ja, nee, ja, dat interesseert me gewoon niet. Ja, niet echt de behoefte. Nee. Vakantie, zwembad of zee? Aan de zee in een zwembad.